Welkom bij deze nieuwe video. Dit is dus even een hele andere video, want ik had alles al klaarstaan om verliefd en paarden op te nemen. Maar ik bedacht me net, ik ga eventjes wat anders doen. Nou, blijf ik je denken, anders. Blijf komen er maar 2 afleveringen van deze serie. Blijven er 2 afleveringen. Waarom? Zal ik even uitleggen. Een paar dagen geleden zat ik op mijn account gewoon even te kijken, weet je. Zoals elke YouTuber doet. Tenminste, denk ik. En toen zag ik een comment voorbij komen. 2. Waar ik nogal echt letterlijk, nou ja, eigenlijk boos ben over. Eigenlijk boos over ben. Want elke YouTuber, ook al ben je bekend, onbekend, of een beetje bekend, krijgt wel met haatcomments te maken. Soms ik ook, maar ik verwijder ze gewoon. En ja, dat is het. Maar 3 dagen geleden had ik echt een comment gelezen waarvan ik echt dacht van, waar slaat dit op? De eerste was van een jonge meisje, geen idee wie. No video's op een account. Ik raad het aan om niet, ik raad jullie aan om hem niet te gaan opzoeken. Diegene is ook geen aandacht waard. Maar ja, die zou dus. Heet dus letterlijk onder mijn laatste video van verliefd en paarden. Neergezet, verliefd schrijf je met een D of zo. En dit is echt vet saai. En er stond ook nog, nare ziekte, autist. Kijk, ik ben autistisch. Nou en, wat boeit dat? Maar toch, laat mij lekker, dus ik denk bij mij van, laat mij lekker slijgvideo's maken. En ga jij maar lekker bezig met wat jij gaat doen. En ga niet lopen schelden. Want het heeft geen nut. Maar goed. Zo keek ik ook even bij, zo ging ik gewoon doorkijken. En kwam ik bij Storytime van Annemij. Terwijl dat echt een real pony is. Dus mijn echte pony. Mijn tweede pony die ik van Veulen af aan heb. En daar stond dus onder, letterlijk, dit is echt kasaai. Dus het is echt die ernstige ziekte. Ik noem hem niet. Dus het is echt kasaai. Dus die ernstige ziekte. Waar een paar familieleden van mij aan overleden zijn. Dus ik ben hier echt zo kwaad over dat iemand dit gewoon letterlijk kan zeggen. Maar ja, goed. Dus vandaar dat er geen vervolg is op verliefd en paarden. Dus excuus daarvoor. Dit wou ik toch even mededelen. En degene die nog echt letterlijk alleen maar haatcomments gaat zitten onder mijn video's. Omdat ze denken leuk gevonden te worden. Jullie, ik word lekker geblokkeerd. Dat is alles. Jullie krijgen heen. En dus voor de mensen die nu echt letterlijk denken van, haatcomment is leuk. Haatcomment is niet leuk. Je bereikt er niks mee. En ik ga ook geen aandacht besteden aan die haters. Morgen komt er een slijg unboxing. En dan vertel ik even verder over de volgende onderwerp. Dus hierbij laat ik het. Deze mededeling. Dus excuses nogmaals. Dat er geen deel 3 komt. Maar er komt na mijn vakantie. Voor aankomende. Ik ga deze week op vakantie. Maar er komt een spannend nieuw. Er komt een nieuwe serie. En die is heel spannend. Denk ik. Ik moet het nog een beetje uitdraaien. Zo. Maar dat komt allemaal wel goed. Tot de volgende keer. Doei.